Hallo beste mensen, er is wel wat nieuws te melden momenteel. Volgens mij loopt het ministerie van ANWV ongeveer op haar laatste benen. Ze komt nou naar buiten dat de commissie Hilderdijk door het RIVM en het ministerie voorgelogen is. De helft van de onderzoeken zijn achtergehouden. Het is werkbaar niet te geloven. Dan hebben we verder nog het puntje van Staghouwer. De DDB heeft een WOP-verzoek gedaan. En daar hebben wij uit geconcludeerd dat het dus wel een doel op zich is om zoveel mogelijk landbouwbedrijven te verminderen in Nederland. Dit komt niet vanuit de Europese Commissie, die zijn erop tegen, maar dit komt alleen vanuit onze Nederlandse politiek. We zien gewoon het spelletje wat Staghouwer speelt. Staghouwer speelt het spelletje, we zeggen dat uit Brussel komt ellende. Maar de ellende zit diep, diep in zijn eigen hart, die hij over ons uit wil storten. Dus laat dat duidelijk zijn hoe Staghouwer in de wedstrijd zit. Dan hebben we nog een nieuwsje. Minister Van der Waal die gaat naar Staphorst op bezoek. Hij gaat er twee bedrijven bezoeken, waarvan wij niet weten welke dat er zijn. Maakt verder niet uit. Wij hopen in ieder geval dat die boeren dat duidelijk uit kunnen leggen dat dit een doorlopende weg is. En dat op deze manier geen einde komt aan de stikstofcrisis. Juridisch dondert het hele zaakje ook in elkaar. Daar zorgt Johan Vollebroek wel voor. Dus wat dat betreft, we zitten binnenkort muur en muur vast. Nou mensen, dat was het weer eventjes voor voorlopig. Groetjes en bedankt.